Een hele goede middag op deze zondag 29 maart. We gaan nu een uurtje aanbidding doen in aanwezigheid van ons Heer in het Heilige Sacrament. Ik nodig allen via dit nieuwe kanaal van YouTube van onze Lieve Vrouwenkerk om mee te doen, om de Heer te vragen dat Hij ons beschermt, al onze dierbaren, families en mensen in onze omgeving, en dat zo mogelijk deze coronacrisis voorbij gaat. Vraag aan de Heer en we bidden samen in onze Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.